Iedereen, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is Anna en voor als je nieuw bent op dit kanaal, welkom. Leuk dat je kijkt. En in deze video heb ik, zoals je wellicht aan de titel hebt gezien, een haarstijlen video voor jullie. Deze haarstijlen kun je dragen naar school, naar een uitje of gewoon als je thuis iets leuks met je haar wil doen. Want ik vind het zelf persoonlijk heel erg leuk om met mijn haar bezig te zijn. Deze haarstijlen zijn eigenlijk allemaal geïnspireerd door Pinterest en daarvan heb ik ze ook een beetje geleerd. En ik vind het zelf altijd super leuk, dus ik dacht laat ik ze aan jullie leren. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen en te abonneren op dit kanaal. En op het belletje te drukken als je geen enkele video wil missen. En voordat we beginnen met deze video wilde ik nog even iets zeggen. Deze video is namelijk een collab met Femke. Femke heeft een super leuk YouTube kanaal. Ze maakt allemaal leuke video's over van alles en nog wat. Het gaat vooral over lifestyle en minimalisme. En dat vind ik zelf echt hele interessante onderwerpen. Dus het is zeker een keer waard om haar YouTube kanaal te checken en erop te abonneren. Persoonlijk vind ik echt dat ze echt super leuke video's maakt. In haar nieuwste video gaat ze Pinterest creaties recreëren. En die komt woensdag online. Dus op het moment dat je deze video ziet, staat die waarschijnlijk nog niet online. Maar zodra die online staat, is die te vinden hieronder in de beschrijving en hierboven in het i'tje. Hieronder in de beschrijving vind je trouwens ook haar kanaal en haar Instagram. Dus na deze video is het zeker waard om die even te gaan checken. En laten we dan maar snel beginnen met deze video. Laten we maar snel beginnen met de eerste haarstijl. Ik heb een scrunchie en een elastiekje voor deze haarstijl. En wat heel erg makkelijk is als je gewoon net gaat beginnen, is om te beginnen met een staartje aan de zijkant te maken. Je kunt het met los haar doen. Maar als je net begint vind ik zelf dit echt het prettigst. Wat je doet is je maakt even een zijwaartse staart. En vervolgens splits je je staart in twee delen. Zo dus. En wat je dan gaat doen moet je even goed opletten. De buitenste pluk van de staart pak ik. En die plaats ik zo over de staart heen naar de andere staart. En ook hier pak ik het buitenste plukje. En die plaats ik zo naar het andere staartje. En zo pak je weer hier een pluk. En die plaats je naar het andere staartje. Pak je weer hier een plukje. En die plaats je ook naar het andere staartje. En dan ga je zo verder. Misschien kun je het een beetje moeilijk zien omdat mijn haar wat donkerder is. Maar in principe is het gewoon, je pakt een buitenste plukje. En die haal je naar binnen. En ik weet niet of je het ziet, maar je ziet al wat gebeuren. En dan ga je het buitenste plukje naar binnen. Het buitenste plukje naar binnen. Het buitenste plukje gaat naar binnen. Het buitenste plukje naar binnen. En zorg dat je een beetje gelijke plukken de hele tijd pakt. Want anders ga je dat zien dat de ene iets dikker is dan de ander. Het is niet erg, maar ja, ik vind het zelf wel het mooiste dat het één geheel is. En dan het buitenste plukje haal je weer naar binnen en zo ga ik nog eventjes door. Zo, en zoals je nu ziet heb je hier een soort van vlechtje. En wat je doet is je pakt een elastiekje en je zet hem vast. Ik doe hem niet helemaal tot het einde, maar dat kan natuurlijk wel. En je maakt je haar vast. En vervolgens heb je de vissengraat vlecht. De volgende haarstijl die ik heb is weer iets wat niet super moeilijk is. Maar je moet gewoon eventjes doorhebben. Wat ik hiervoor gebruik is een elastiekje. Of scrunchie kun je ook gebruiken. Ik denk dat ik zelf deze met een scrunchie ga doen. Deze. En ik gebruik ook nog even een borsteltje. Dit is gewoon zo'n zachte borstel zonder van punten. En ik gebruik van deze kleine elastiekjes. Dat is wat je nodig hebt. En nu ga ik laten zien hoe je deze haarstijl maakt. Wat je als eerste even doet is al je haar een beetje naar achter. En daarna pak je je elastiek. Maar ik doe het even niet met een elastiekje omdat die soms nog wel eens in mijn haar vastklemt. En dat vind ik een beetje vervelend. Dus wat ik doe is ik zet de pluk eventjes vast. Als een staartje eigenlijk. Zo. En je moet eigenlijk eventjes zorgen dat de rest van het haar niet meekomt in de staart. Dus dan maak je eventjes zo een staartje.
En het onderste gedeelte kun je vastzetten met zo'n elastiekje als je dat gewoon mooi vindt. En dan moet je eventjes zo. Je hoeft een beetje naar voren. En dan maak je eventjes een staartje. Zo. En wat ik nu ga doen is, ik heb net even gezien dat mijn staart niet helemaal goed was. Maar ik ga het zo doen. Je hebt een staartje. En wat je dan doet is met zo'n klein elastiekje zoals deze, ga je dan een staartje in de staart maken. Dus nu eventjes zo bijvoorbeeld. Zo, oeps. Hij ziet er zo uit. En dan pak ik nog een elastiekje, weer zo'n kleintje. En die pluk ik dan gewoon zo hier vast. En hier een elastiekje. En die doe ik aan de onderkant. En wat ik hiermee ga doen is heel simpel. Je trekt ze een beetje uit aan de zijkant en aan de bovenkant en onderkant. En doe je hier ook, je trekt ze een beetje uit aan de zijkant, aan de bovenkant en de onderkant. En dat doe ik hier, zijkant, boven, onder. En dan ben ik door mijn haar heen als het goed is. En dan doe je gewoon dit haar weer los. En ik vind het zelf er toch wat leuker uitzien dan alleen staart of los haar. En zoals je ziet, hier en daar zit nog een plukje. Maar voor de rest vind ik hem heel erg leuk geworden. De volgende haarstijl is gewoon iets heel erg simpels wat iedereen denk ik wel kan. Wat je doet is je maakt gewoon een staart. Zo, alleen je doet het elastiek eventjes iets lager dan je normaal gesproken doet. Want ik doe normaal gesproken zo. Maar voor deze haarstijl moet hij eigenlijk ietsje meer zo. En dit is gewoon handig voor deze haarstijl. Wat je doet, je creëert een soort van gaatje hier. Zodat je een soort van holletje hebt. En je pakt je staart. En je doet hem zo door het gaatje heen. En dan trek je hem aan met een elastiek. En zoals je ziet heb je dan van die baantjes hier. En gewoon nog een mooie staart. En ik vind het zelf gewoon erg leuk. Want het is heel normaal en heel makkelijk. Je doet er geen eens een seconde of twee over of zo. Want met uitleg ben ik gewoon ongeveer een minuutje kwijt. En ja, het is toch net wat unieker dan een normale staart. En eventueel kun je nog van die voorprikjes los doen. Als je van die curtsy bangs hebt. Dan vind ik dat zelf altijd heel erg leuk. Dus ja, ik vind het zelf altijd leuk om dan deze plukjes los te doen of zo. En dan ja, is deze haarstijl eigenlijk. De volgende haarstijl heb ik niet echt ergens op Pinterest gezien of zo. Dat bedenk ik nu hier even ter plekke. Dat ik dat ook een hele leuke vind. Wat je doet is heel simpel. Je doet het even zo. En vervolgens pak je hier een plukje met haar. En die verdeel je even in drieën. En dan vervolgens maak je een vlechtje. Je bent misschien gewend zo te vlechten, maar ik vind het mooi als het onderdoor gaat. En wat ik dan eventjes doe, is nog een plukje pakken en een soort van gaan invlechten. Alleen dan gewoon recht naar beneden, zeg maar. Dus ik vlecht alleen een beetje zo en dan kom ik zo weer bij jullie terug. Over hoe je moet opvlechten staan trouwens genoeg tutorials van op YouTube. Dus als je dat niet weet, dan kun je die zeker even bekijken. Van invlecht gemaakt. Dus je ziet het hier een beetje los, maar dat geeft niet. Wat je doet is je maakt een staartje en je doet het een beetje zo. En vervolgens breng je het achter je hoofd naar de pluk hier, die nog hier los is. En wat je daarmee doet
is heel simpel. Die zet je gewoon vast met een elastiekje. En eventueel kun je hier nog een knotje maken. Ik doe het nu gewoon even met een staartje. Maar dan heb je gewoon zo nog een vlecht. En met een schuifspeldje kun je eventueel nog wat overbodige dingen wegwerken. Mocht je dit niet mooi vinden, dan kun je nog iets strakker vlechten of zo. Maar dan is dit het eindresultaat. Ik vind het zelf gewoon best wel mooi. En het is ook heel makkelijk. Dus laten we doorgaan naar de volgende. De ene laatste en de laatste haarstijl zijn echt dingen die iedereen wel kan. Dus die laat ik gewoon ook even snel achter elkaar zien. De eerste is deze. Wat je doet is je pakt gewoon een pluk haar van boven vast. En wat je kunt doen eventueel is nog eventjes de bovenkant mooi glad borstelen. Maar dat is dan ook gewoon zo. Doe je zo. Maak even een staartje. Ik weet dat het nu een beetje slordig is, maar dat geeft niet. Je doet zo. En de haarstijl is klaar. Ik denk dat iedereen deze wel kent. En de laatste is ook iets simpels. Wat je doet is, je maakt een hoge staart. Als je een hoge staart hebt gemaakt, kun je eventueel hiervoor nog wat plukjes los doen. Ik kan ze alleen even niet zo 1, 2, 3 vinden in een staart. Maar je kunt ze gewoon zo loshangen hiervoor. Ik weet dat dit gewoon even twee hele smalle plukjes zijn. Maar het is handig als je van tevoren dan eventjes die plukjes loslaat. En dan heb je ook nog deze als laatste. Je bent alweer aan het einde van deze video. Vond je deze video nou leuk? Doe dan zeker een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet hieronder te abonneren en op het belletje te drukken. Want dan mis je geen enkele video meer. En vergeet niet op het kanaal van Femke te kijken. Het linkje staat hieronder in de beschrijving. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doei doei!